van jongs af aan wist ik gewoon dat ik boer wilde worden. Dat ik het ontzettend leuk vind om met vee te werken. Mijn naam is Ronald Pelgrom en ik woon hier samen met mijn vriendin Petra en onze drie dochters. We hebben een melkveebedrijf met 70 melkkoeien, 30 stuks jongvee en ongeveer 20 Angus en Wagyu's. We hebben daarnaast nog een ambachtelijke ijsmakerij. Wat we niet goed kunnen, dat besteden we graag uit. Daarbij heb ik gelukkig hulp van CRV. Als CRV zijnde doen we op dit bedrijf ook vruchtbaarheid op maat. Dit doen wij samen met de vruchtbaarheidscoördinator die hier komt, de scanners en de inseminatoren. En dan proberen we hier de vruchtbaarheid op een goed niveau te brengen. Ronald gaf ook heel duidelijk aan van, dat hij duidelijkheid wou. Ook dat we de inseminatoren duidelijk communiceren naar de veehouder. En dat heb ik als vruchtbaarheidscoördinator met mijn collega's, de inseminatoren, maar ook de fokkerijspecialisten, hebben daar ook gesprekken over gehad. En daar is uitgekomen dat we op een whiteboard ook duidelijk alle inseminatoren ook opschrijven wat hun bevindingen zijn of bijzonderheden zijn. Dat voor Ronald ook duidelijk is wat er aan de hand is. De tijd dat het minder ging met de vruchtbaarheid van onze koeien, daar raak je geïrriteerd. Met name dat wij heel veel tijd en energie geven aan ons melkvee. En toch lukte het ons niet om die koe optimaal te bedienen. Terwijl ik wel dacht en ervan uitging dat we zo goed mogelijk met zaken bezig waren hier. Ik ben hier eigenlijk op het bedrijf terechtgekomen omdat ik werd ingeroepen ook door een collega. Daarbij gaf Ronald eigenlijk ook al aan en Gert-Jan dat de koeien er vaak ook al net niet mooi de glans erop had. Dus hij had dat zelf eigenlijk ook al af en toe gewoon gezien. Nou, hier zijn we ook met voeradviseur aan tafel gegaan. En uiteindelijk zagen we dus dat de koeien te veel stonden. Nou, toen hebben we dus voor gekozen om de waterbedden gewoon lek te prikken. En diep strooisel van gemaakt. Binnen een paar dagen zagen we al dat de koeien veel meer lagen. En ik ben heel blij dat wij dat met hulp van Jante hebben gedaan. En het mooie is, als je kijkt waar we ooit mee zijn begonnen, dat was met 2,6 inseminaties. En de laatste resultaten geven 1,9 inseminaties. We zijn begonnen met scannen omdat we er nog wel eens tegenaan liepen dat we opbrekers hadden in een later stadium. Of koeien die bij de eerste keer aanbieden bleek dat ze toch een kiest hadden of zo. En dat kun je grotendeels voorkomen door vroegtijdig met het scannen de open koeien mee te nemen. Ik kom hier één keer in de maand, dan hebben we een vaste afspraak. Dan heeft Ronald de werklijst klaar. Dan kijken we naar de koeien die 40 dagen in lactatie zijn, de koeien die gedekt zijn. Of de koeien waar wat bijzonderheden mee zijn of waar die aan twijfelt. Onder het scannen hebben we ook vaak van hoe loopt het, hoe gaat het met de vruchtbaarheid of hoe gaat het met de koeien, is de productie tevreden of nog gekke schommelingen in de cijfers. Dat doe ik eigenlijk allemaal onder het scannen, doen we dat vaak. Ja, dan weet je eigenlijk als je de stal uit gaat, dan weet je al een heleboel, heeft de veehouder eigenlijk al zelf een heleboel verteld. Kijk, wij melken, vergeleken met vorig jaar, melken wij 100.000 kilogram meer. Onze resultaten zijn gewoon prima.